Om de eerste isolatieplaat te bevestigen, zijn er eigenlijk maar twee mogelijke opties. Boven of onder het maaiveld. Begin je boven het maaiveld, dan plaats je eerst een startprofiel aan de onderkant van de isolatieplaat. Dat doe je door het startprofiel op de juiste hoogte in de muur te schroeven. Met dit profiel zorg je ook voor de noodzakelijke bescherming van de isolatieplaten. Hoe je de horizontale hoogte bepaalt voor het startprofiel werd je reeds uitgelegd in een voorgaande video. Zorg na de montage van het startprofiel tot slot voor een waterdichting tussen de isolatieplaten en de gevel, via een richel in PU-schuim. Begin je onder het maaiveld, dan laat je de isolatieplaten al dieper beginnen. Voor een goede isolatieschil plaats je die best 30 cm of meer onder het grondniveau. Daardoor vermijd je ook koude bruggen. Een startprofiel heb je hier dus niet nodig. Om de afwatering te verbeteren, kan je wel een noppenfolie tegen de isolatie plaatsen. Bij de afwerking kan je onderaan kiezen voor steenstrips of natuurstenen plinten. Ongeacht of je boven of onder het maaiveld bent gestart met je isolatie. Voor een meer gedetailleerde uitwerking neem je best contact op met een e-board specialist.